En de beat, zeg maar. Kan het zijn dat ik heb het idee, zeg maar, want ik ook interviews heb gedaan met Bas Bron, zeg maar, ook je had een tijd bij zijn andere projecten. Hij zei van nou, het komt als het komt, die beats, als er tijd is. Had het zo voor jullie kunnen zijn dat het plaat misschien eerder had kunnen verschijnen? Nee, ik denk het niet. Nee. Wat dan? Nadat hij, zeg maar, drukker was met alle andere projecten. Ik bedoel, Nee, kijk, het was zo. Iedereen moest gewoon kunnen. Ja, iedereen. Okay. En soms kon hij niet, soms kon hij niet, soms kon Bas niet. En het was wel ongeveer gelijk met wie niet kon. Anders was er wel iemand uit de groep gegooid. Ja, precies. En bovendien was, was het ding dat hij een nieuw bestie in plaat opnam. Ja, precies. Ja. En op het moment dat wij zijn begonnen met nieuwe dingen opnemen, was die bestie in plaat ook af. Ja. Dus dat was het ding, weet je. Daarom... ja. Doe het gewoon, oké. Precies. Wat vinden jullie van Ik Ede Junkie? Kut, Ben. Met papa? Homo's. En lullen? Vinden jullie dat? Nee, man. Kan ik je zo over terug? Veel kut, oké. Okay. Nee, ja, leuk. Het zijn waardige aftakkingen van het jeugdding. Ja, ik bedoel, is er nog op een gegeven moment over gesproken met elkaar? Überhaupt, ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment in de jeugd zit, dat je dan zegt van nou, iemand eerst gaat iets anders erbuiten doen. Nee, want we deden altijd al dingen erbuiten. Okay, het was niet echt, ik weet nog, het was wel gewoon. En ik vind het juist vet. Dat zijn ook weer allemaal vrienden van ons. En het vet is dat er nu echt een soort van. Movement aan het ontstaan is. Ook binnen Amsterdam met bands als. Elke fiets en Auks Raus. Ja, maar en je hebt sowieso. Heb je zeg maar Bastien, Simon Betsy, tegenwoordig komt van de AKA de Junkies. In principe kun je gewoon je eigen festival op. Ja. Dat zou makkelijk kunnen. Je weet maar nooit. Hou de zomer in de gaten. Het is vet dat mensen dan ook nummers met elkaar op gaan nemen. Ja, en het is wel, ik draai zelf ook best wel veel. En ik kon ook gewoon al die nummers voor Pepijn goed uittesten en zo. En dan kon ik zeggen, die werkt goed in de club, die werkt goed. Welke bijvoorbeeld? Noem eens een voorbeeldje waarin Captief, hij iets mee gedaan Captief, die werkt goed, dat is nummer 5 van het album, toch? Ja. Die werkt goed, die is goed als opener. Die is melodieus en die pompt, ik heb er geen club edit van. Er is geen club edit van, dus hij pompt zeg maar, het is een goede binnenkomen. Want hij pompt heel hard, maar niet lang door, zeg maar. En Breakfast, die werkt ook heel goed. Toen ik hem draaide, toen niemand hem nog had, gingen de handjes in de lucht alsof het gewoon een oude klassieker was, zeg maar. Door dat trommeltje en zo, in combinatie met die stem. Het maakt niet uit wat die stem zegt, die stem klinkt gewoon heel goed, zeg maar. Dus dat is heel vet. Die twee werken het best in de club. Heb je daar wat mee gedaan of zo? Nou ja, ik bedoel, we doen die Captief wel ook gewoon redelijk vroeg in de set als we optreden, zeg maar. En die mede door wat Willy zei ook, had ik wel echt iets van, ja, Breakfast is wel echt een beest. Daar moeten we mee komen. Ja, soms heb je elkaar nodig om even, soms zit je zelf te veel erin, dus dan moet je van andere mensen horen dat het vet is. Of dat het, ja. Of dat het juist niet vet is of zo, weet je wel. Ga je nog iets met de buren doen? Ja, zeker wel. Ja. Wie zijn de buren? De buren. Vlekkie en de buren. De buren gewoon, ja. Doe jij nog veel buiten de muziek of niet? Want je bent zeg maar afgestudeerd en... Ja, op zich hoor, ik heb net een nieuw goed atelier. En dat duurde wel eventjes, maar ik moest ook eventjes mijn plekje weten of zo. Ik ben net lekker bezig. Ik heb wat dingen gedaan voor een paar kledingmerken. Het grafisch ontworpen. Kijk naar het shirt. Ik heb samen met Peppy de schoen ontworpen. Ook voor een kledingmerk en nog andere dingen voor kledingmerken. Wat is die tas die je hebt gedaan, man? En voor de rest had ik een paar exposities gegeven. En het moet nu ook wel allemaal wat meer worden, maar ik weet nu wel dat ik gewoon de komende 2 maanden ongeveer alleen maar jeugddingen tijd heb. Maar het is allemaal goed, weet je. Ik ben nog jong. Nee, maar die mix voor jou is prima nu. Of gaat je hart uiteindelijk misschien toch meer richting? We zullen zien. Dat weet je niet. Ik vind het sowieso leuk om steeds meer stapsgewijs betrokken te worden bij de visuele aspecten van zo'n groep. Maar daar moet je ook wel je plaats voor hebben of zo. Zeker als je met deze twee kritische kankerlijst bent. Ik ben sowieso fan, man. Ik ben ook fan. Hij is ook fan, iedereen is fan. Nou, ik bedoel, kijk, Olly doet
vinden altijd gewoon tof wat we verzinnen. Ja, precies. Maar wij moeten samen nog wel eens wat gewoon uitvechten wat er wel of niet is. Ja, als er inderdaad zo'n hoes inderdaad, of als er t-shirts worden gemaakt of schoenen, of weet ik wat. Dan ben ik altijd degene die als eerst zegt van oké, regelen jullie het maar. Want het visuele ding, dat ben ik. Ik weet wel heel goed wat ik vet vind. En wat ik vet vind is ook altijd heel vet. Maar ik kan niet vanuit niets al iets maken of zo. Of bepalen wat vet zal zijn, zeg maar. Dat denk ik op. En dat besef ik gewoon. Dus dat laat ik andere mensen doen die dat wel gewoon heel goed kunnen. En die er wel gewoon een gevoel bij hebben. En wat zeg maar, waaraan ligt het dan bij hun, zeg maar? Hoe gaan zij ermee om dan? Ik denk dat zij gewoon al... Ik kan niet een plaatje zien als er geen plaatje voor me ligt. Dat heb ik gewoon. Ik denk dat zij gewoon al meteen iets kunnen zien. En zit je daar op dezelfde lijn, als jullie twee? Nou, het wil nog wel eens... Het wil nog wel een verschillen, maar het is wel altijd... Het gevoel is wel hetzelfde. Ja, precies. En uiteindelijk, de weg is niet altijd hetzelfde. Uiteindelijk komen we ook wel gewoon altijd uit bij iets wat gewoon heel vet is. Ja. Maar zijn er plannen, zeg maar, om de jeugd ook, wat je al zei, schoenen, kleding, hoe ga je dat groot aanpakken? Nee. Zij zijn nu wel met een geheim ding bezig, ja. Wat heel vet gaat uitpakken volgens mij. Ja. Maar... Heb je een sluier? Nee, dat is echt nog niet te zeggen. Okay. Maar, okay. Maar het wordt wel vet. Je bent waarschijnlijk een van de eerste sleutels die het hoort als het geheim uit de zak komt. Ja. Nee, maar... Ja, ik bedoel, weet je, we zijn gewoon een movement en een genre. En we komen ook gewoon wel met een specifieke soort visuele uitingen. Dus dat gaat zich vast ook nog wel wat groter neerzetten of zo. Bezig, maar ja, precies, we zijn hier... TV-series? Nee, maar we zijn hier nu... Ik zeg er geen nee tegen, maar we zijn nu gewoon... Komen we gewoon met die tweede cd. En dat is gewoon het wapenfeit. En dat is belangrijk.